Ja, mensen die wij kennen zijn vorige maand geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland. Om meerdere redenen, maar toch vooral omdat ze het te onrustig vinden in Europa. Ze denken dat het hier weer oorlog wordt. Dus de kinderen zijn van school gehaald, hij is gestopt met werken en met alleen wat spaargeld zitten ze nu in een huurappartementje in Wellington. Ik schrok van dat bericht en het zette mij aan het denken: moet ik geen maatregelen nemen voor als het hier inderdaad fout gaat? Het eerste probleem waar ik op stuitte was hoe ziet fout gaan er dan uit? Hebben we het dan over een oorlog met tanks en vliegtuigen of wordt het een cyberoorlog? Is die al gaande? En waar komt het gevaar vandaan? Uit Rusland, het Midden-Oosten, China? Uit Europa zelf misschien? Of komt het echte gevaar van Google en Facebook, zoals Dave Eggers in zijn geweldige roman De Cirkel voorspelt? En hoe laat is het dan nu? Is het vijf voor twaalf? Is het half negen? In april 1940 dacht driekwart van de Nederlanders nog dat er niks aan de hand was. Ik heb echt geen idee hoe ik de signalen moet lezen. Zijn we aan het opschrijven richting sharia-staat? Ik bedoel, we censureren onszelf allang. Er is geen cabaretier behalve misschien Hans Steeuwen die op het podium harde grappen durft te maken over Allah. Niet dat dat voor mij hoeft, maar het is opvallend dat als je wel voortdurend uithaalt naar bijvoorbeeld kakkers of zweefteven of bankiers of christenen, je nooit eens iets zegt over Allah of Mohammed. Begint het afgeleiden zo? Of is het slechts een randverschijnsel... dat vanzelf weer verdwijnt naarmate mensen beter geïntegreerd raken? Molukkers kapen ook al lang geen treinen meer. De gebeurtenissen in Amerika zijn ook lastig te duiden. Zijn we getuigen van de afschaffing van de democratie? Pessimisten zeggen, Hitler is ook democratisch gekozen. Of is de oudste democratie van de wereld... ruimschoots opgewassen tegen lunatics? Ontketen Trump tegenkrachten die hem omver zullen blazen... Of is Trump eigenlijk de juiste man op het juiste moment? Ik bedoel, je kan veel van hem zeggen, maar hij schropt wel in één keer de zelf ingenomen, corrupte politieke elite omver. Misschien werd dat wel eens tijd. En dan is er nog de vraag hoe ik moet reageren. Moet ik me fel opstellen in gesprekken, moet ik mails blijven? Moet ik het gesprek überhaupt aangaan of moet ik het maar laten allemaal? Misschien is de beste reactie op deze tijd wel: blijven doen wat je altijd al deed. Zoals de Fransen en Duitsers deden na de aanslagen. Onverstoorbaarheid als muur waarop terrorisme afketst. Het team van Lubach ging ook gewoon door met wat ze altijd deden: satire maken. Hun filmpje heeft honderd keer meer zin dan met ze allen op het malieveld gaan staan en tegen elkaar zeggen: Wat hebben wij toch ongelooflijk gelijk? Demonstreren in Nederland heeft toch vooral een therapeutisch karakter. Dus ik heb besloten om voorlopig maar niet naar Nieuw-Zeeland te vertrekken, al was het maar omdat je daar aardbevingen hebt. Ik blijf voorlopig maar doen wat ik altijd deed. Schrijven, bijvoorbeeld. Om daar dan maar mee te eindigen. Ik zit in een zeilbootje op zee. Het mist. Je ziet geen hand voor ogen. In de verte klinkt een scheepshoorn. Ik heb geen idee waar het schip zich bevindt en welke koers het vaart. Ik hou me vast aan de rand en hoop dat hij niet mijn kant op komt. Ja, mooi. Arthur Ungraven, dank je.